Als IDV Advies zijn we het ABC voor de melkveehouderij. We adviseren, begeleiden en coachen melkveehouders die dus een bedrijf duurzaam willen ontwikkelen. IDV Advies heeft dit bedrijf begeleid bij de bouw van deze vrijloopstal. En een vrijloopstal is een stal die goed is voor het dierwelzijn en diergezondheid van het melkvee. De bodem die is van zacht materiaal. Er zitten geen roosters van beton in en heel erg weinig ijzerwerk. En daardoor zijn die klauwen veel beter bestand. Is er minder antibiotica gebruik nodig en wordt de levensduur van die koeien op die manier verlengd. IDV Advies organiseert bijeenkomsten hier in deze vrijloopstal, omdat het een van de eerste vrijloopstallen in Nederland was. Boeren uit het hele land komen hier naartoe om zelf te voelen, kijken, proeven, snuiven hoe dat er eraan toe gaat. En zelfs vanuit het buitenland, België, Italië, Griekenland, komen de melkveehouders met bussen hier naartoe om te kijken hoe dit concept in Nederland plaatsvindt. Als IDV Advies organiseren we en begeleiden we ook managementstudiegroepen. Dat zijn groepen van 10 melkveehouders die dus bedrijfsresultaten met elkaar vergelijken en op die manier dus van elkaar leren. Hier kijken we ook naar de groei van de kalveren. Waarom groeien die kalveren hier nu beter dan bijvoorbeeld op een ander bedrijf? Ligt het aan de keuze van de brok? Ligt het aan de ventilatie? Ligt het aan het stal? Boeren gaan uiteindelijk mee naar huis met een oplossing om op die manier op een eigen bedrijf daartoe te kunnen passen en ook zo zichzelf te verbeteren. We coachen melkveehouders om bewuster om te gaan met het Planet Proof verhaal. Die vraag komt vanuit de markt en we doen eigenlijk de Planet Proof op die melkveebedrijven borgen middels de kringloopwijzer. In de kringloopwijzer proberen we de verliezen van de mineralen te beperken. We hebben daarin 4 aspecten. Het aspect vee, mest, bodem en plant. En als we dan specifiek naar de bodem kijken, kijken we ook nog vooral naar de bodemvruchtbaarheid. Om op die manier op langere termijn ook nog gewassen op die bodem te kunnen blijven telen. Beperken van de verliezen uit de kringloopwijzer geeft mogelijkheden voor verdere bedrijfsontwikkeling van de melkveehouder en ook de generatie daarna. En zijn een ontzettende winst voor de maatschappij en het milieu.